Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. Ik heb één korte mededeling. Ik wil de dames en heren van Blackbox bijzonder danken. Zij hebben mij afgelopen vrijdag uitgenodigd om even een toelichting te geven, mijn analyse te delen over datgene wat er in de Verenigde Staten aan de hand is met betrekking tot falende banken, maar ook de stijging van de rentes door zowel de ECB en de Fed. En, wat ik heel leuk vind, de correlatie tussen de rente en de koers van goud. Dat houdt ook nu weer stand, want ik ga straks even naar de koersen. Die langzaam maar zeker los lijkt te komen, lijkt te breken. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst zich gaat houden. Maar natuurlijk, ik hou jullie sowieso op de hoogte. In ieder geval bedankt aan de dames en heren van Blackbox. Ik zal een linkje naar het fragment waarin ik te zien ben, zal ik eventjes in de beschrijving delen met jullie. Goed, dan maar direct naar de koersen. Het is maandag, het is 8 mei, het is ongeveer 4 uur. En de koers van goud is zo'n 59.000 euro per kilo. En de koers van zilver zo'n 748 euro per kilo. Dan maar naar het enige onderwerp wat ik vandaag even ga benoemen. En ik heb er... Misschien volg je me nog niet op Twitter, doe dat even. Ik heb inmiddels ook zo'n mooi blauw vinkje. Maar ik deel daar ook als er iets gebeurt, kan ik daar wat sneller op reageren dan natuurlijk dan dan in deze video's. Want die nemen we twee keer per week op. Op Twitter, daar zit ik in ieder geval elke dag even op. En ik heb daar gisteren ook direct even gereageerd op het bezoek van Klaas Knot aan Buitenhof. En ik wil één fragment eigenlijk ook met jullie delen, waar ik door toch wel geschokt niet, maar waarvan ik wel echt het idee heb, de kloof tussen de beleidsmaker en u en mij is zo gigantisch groot geworden dat ik het goed vind om het hier even te benoemen. Ik ben ook even het verleden ingedoken. En ik hoop dat ik jullie dan een mooie analyse kan, met jullie een mooie analyse kan delen. Als de loonstijging duidelijk boven die 6-7% gaat uitkomen, Dan zullen vervolgens de ondernemers, de werkgevers, geen keus hebben om in een tweede ronde hun prijzen opnieuw te verhogen. Dan zullen de werknemers daar opnieuw gefrustreerd over zijn en zullen zij in een volgende ronde weer met hogere looneisen willen komen. En dan zitten we in dat haasje over effect. Het gaat namelijk over de volgende uitspraak van Klaas Knot, dat sociale partners en vakbonden niet te hoge salarisverhoging moeten eisen. Dat op zichzelf is, zou je ook kunnen zeggen, wat gaat dat de voorzitter of de president van de Nederlandse Bank aan? Helemaal niets toch? Hij gaat daar helemaal niet over. Maar zo waarschuwt hij, als dat gebeurt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we in een loonprijsspiraal terechtkomen. Want als we de inflatie te veel gaan compenseren, dan kunnen we de inflatie niet lager krijgen. Dan moet de ECB de rente blijven verhogen en dan komen we in een recessie terecht. Allereerst, laten we eens even kijken wie is er schuldig aan de situatie waar we nu in zitten van hoge inflatie. Zijn dat de vakbonden? Zijn u en ik dat? Zijn dat mensen die een baan hebben en daar keihard aan het werk zijn om aan het eind van de maand ongeveer de helft van hun bruto loon op hun rekening te krijgen? Lijkt me niet. Wie is er wel schuldig? Klaas Knot. De monetaire autoriteiten natuurlijk. Zij maken het beleid. Zij hebben jarenlang de rente op nul of zelfs negatief gehouden. Met het idee dat ze zogenaamd de inflatie moesten aanjagen. Wordt die inflatie aangejaagd, die rijst uit de pan. En als vakbonden dan opkomen voor hun leden en zeggen, mogen wij in ieder geval een deel van de schade gecompenseerd krijgen, zegt die centrale bankier, die zegt, Nee, want dan krijgen we een recessie. Allereerst, dames en heren, die recessie die krijgen we sowieso. En daar komt, zelfs als is die loonstijging 0%, die recessie die komt. Daar gaat geen loondaling wat aan doen. Die inflatie die blijft voorlopig ook hoog. Dus zowel de recessie blijft, zowel de recessie komt als de inflatie die blijft hoog. Dan is het dus heel erg normaal dat u en ik zeggen,
Hey, maar mogen wij misschien gecompenseerd worden voor die enorme inflatie die de centrale bankiers hebben veroorzaakt? En dan zegt die centrale bankier, nee, dat moeten we eigenlijk niet willen, want dan komen we in een recessie terecht. Nou, ik ben, zoals ik zei, even in het verleden gedoken. Want ja, ik vind het dan toch goed om ook voor als een vorm van verslaglegging even aan te geven, maar hoe is het ons nu de afgelopen decennia vergaan? En ik heb wel eens eerder genoemd, hè, vroeger kon een heel gezin van één salaris leven, boodschapjes doen, een auto voor de deur hebben en ook nog één of twee keer per jaar vakantie. En is dat nu nog steeds mogelijk? Nou, ik heb een aantal cijfers opgedoken van een aantal verschillende jaartallen. En ik heb eens even gekeken van hoe zat het toen en hoe zit het nu, of in ieder geval de meest recent bekende cijfers. Waarbij ik aangeef, de meest recent bekende cijfers, de laatste cijfers die ik heb kunnen vinden, waren van 2021. Dus net voor die enorme inflatie. Dus neem dit allemaal nog met een ruime marge. Want de prijzen die ik ga noemen, die zijn waarschijnlijk nog stukken hoger nu. Want we hebben net die enorme inflatie achter de rug. Ik begin even met de gemiddelde verkoopprijs van een huis. En ik heb als jaartal genomen 1995. Arbitrair, maar ik dacht, nou, ik ben gewoon benieuwd, hoe was het in 1995 en hoe is het nu? Nou, de gemiddelde verkoopprijs van een huis in 1995 was zo'n 93.800 euro. Alle prijzen die ik noem, zijn allemaal euro's. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in 2021, dat is het laatste wat ik op de website van het CBS kon vinden, 386.700 euro. Met andere woorden, ja, je zou kunnen zeggen keer 4. Die prijzen zijn gewoon keer 4 gegaan van 93.000 naar 386.000. Dus een prijsstijging van ruim 300%. Nou, iedereen wil een huis. Hey, of de meeste mensen zouden wel een huisje willen kopen. De meeste mensen die vinden het toch ook wel heel prettig als ze mobiel zijn. En hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door een auto aan te schaffen. Dan kijk ik even naar de gemiddelde prijs van een auto in 1995. En die waren in 1995 gemiddeld 17.361 euro. In 2017, dus ja, en de meer recente cijfers kon ik op de website van de RAI niet vinden. In 2017 was de gemiddelde verkoopprijs van een auto 31.326 euro. Nou, dat is een prijsstijging van ruim 80%. Ruim 80%. Nou, ik heb nog iets anders uitgezocht, namelijk datgene wat je nodig hebt om een auto te laten rijden, namelijk benzine. En nou, ik heb gekozen voor het jaar 1990. Dat is al een hele tijd geleden, maar toch, ik vind het belangrijk om eventjes die vergelijking te maken. 1990, een liter benzine, 36 cent. En op dit moment, nou, ik tank elke week zelf, want mijn auto rijdt niet op elektriciteit, nooit. Ook niet op lucht. Dus er moet elke week moet daar een tank benzine in. En ik betaal ongeveer per liter, gemiddeld genomen, ben ik nog redelijk conservatief geweest, 1,80 euro. Met andere woorden, de prijs van benzine is ruim 400% gestegen in, ja, laten we zeggen, die afgelopen 40 jaar. 400%. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar Bart, dit maakt toch allemaal niet uit, want ik verdien toch ook veel meer. En het belangrijkste in deze vergelijking is dan natuurlijk, oké, maar hoeveel meer zijn wij gaan verdienen? Is het dan misschien niet terecht wat Klaas Knot zegt, namelijk dat we geen 10% loonstijging mogen, of dat de vakbonden geen 10% loonstijging mogen eisen voor hun achterban? Nou, heb ik ook even naar gekeken. Het gemiddelde loon in 1995 was 20.592 euro. 20.592 euro. En in 2021 was het gemiddelde loon 36.500 euro. Dat is een stijging van 75%. En nou vind ik het belangrijk om nog een klein puntje toe te passen. En daarna, nou, zal ik nog even kijken of ik het enigszins kan duiden.
De gemiddelde belastingdruk, want ook die is fors gestegen sinds 1995. In 1995 was datgene wat er direct van je loonstrookje afgehaald werd, gemiddeld genomen zo'n 40%. En ja, nu weet ik wat een aantal mensen wellicht zullen zeggen. Bart, we zitten in een progressief belastingstelsel. Dus datgene, die 40% die was voor sommige mensen minder en voor sommige mensen was die misschien net iets meer. Maar ik ga toch even naar die 40%. Kijken we, en dat is datgene wat er van je loonstrookje af wordt gehaald. Ik licht het straks nog even toe. Kijken we naar wat nu in ieder geval voor een aantal mensen het geval is. Dan zie je dat datgene wat je overhoudt aan het einde van de maand en uitgekeerd krijgt van je bruto loon, daar is vanaf gehaald 49,5%. Met andere woorden, je betaalt ook nog eens om en nabij de 10% meer belasting. Heb ik het dus nog niet gehad over de BTW, die is gestegen. De accijnzen, die zijn gestegen. De lokale belastingdruk, die is gestegen. Dus die noem ik allemaal niet. Ik heb het alleen maar over datgene wat je bruto versus netto aan het einde van de maand op je bankrekening gestort krijgt. Nou, dan komen we tot een beeld. Een beeld waarin we zien dat, hoewel de huizenprijzen ongeveer keer 4 zijn gegaan, de benzineprijzen ongeveer keer 5 zijn gegaan, de belastingdruk is verhoogd, de prijs van auto's met ruim 80% is toegenomen, de president van de Nederlandse Bank bij Buitenhof zegt tegen de vakbonden: vakbonden, jullie mogen niet opkomen voor je achterban. Nou, en daarom begon ik even, ik vind dat getuigen van zo'n onoverbrugbare afstand tussen de monetaire autoriteit, die 100% verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor de problemen waar we nu in zitten, en u en ik, als wij zeggen tegen de wet, tegen onze werkgever van ja, joh, we hadden afgelopen jaar 40% inflatie voor de kiezen gekregen. Mag ik misschien een loonstijging van 10%? En ik snap dus ook iedere werkgever die zegt, ja natuurlijk, hè, dat gaan we organiseren. Dat betekent overigens wel dat ik mijn prijzen met 10% moet verhogen. Dus die loonprijsspiraal, nou, ook die is inmiddels onvermijdelijk. Zitten we gewoon al in. En ik snap het. Ik snap het van iedere werkgever en ik snap het van iedere werknemer die zegt, ja, maar als ik 10% krijg, dan ga ik er in koopkracht nog steeds op achteruit, maar kan ik dan in ieder geval 10% krijgen? Ik begrijp het 100%. En als ik dan even deze cijfers erbij pak, hè, die 75% loonstijging over de afgelopen 30 jaar, maar wel dat huizenprijzen keer 4 zijn gegaan, dat benzineprijzen keer 5 zijn gegaan, dat auto's met 80% zijn gestegen, heb ik het nog niet over de boodschappen in de supermarkt en heb ik het nog niet over de belastingdruk die zo is toegenomen, dan zou je dus kunnen zeggen, hey, maar centrale bankier, wil je alsjeblieft eventjes de mensen die keihard werken voor hun loon met rust laten en even naar je eigen beleid kijken? En ik word er bijna een beetje boos over, omdat ik het ook zo arrogant vind van iemand die namens de Nederlandse Bank ook Nederlandse belangen zou moeten verdedigen bij de ECB, niet dat doet, niet keihard dwars gaat liggen op het moment dat 10 jaar lang de rentes naar nul en zelfs negatief worden bijgesteld. Maar dan op het moment dat de inflatie oploopt, tegen u en mij zegt, ja maar hey, jullie moeten niet te veel compensatie voor de geleden schade willen. Want anders dan gaan we richting een recessie. Nou, zoals ik al zei, we gaan die recessie, die gaan we sowieso in. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, tegen de vakbonden, ik snap volledig dat jullie voor je achterban aan het strijden zijn. Vind ik ook heel erg goed. Dus ik zou hier ook, alle woorden van de centrale bankier, of in ieder geval in dit geval van Klaas Knot, gewoon lekker in de wind slaan en keihard gaan strijden voor die loonsverhoging. En ik zou ook tegen iedereen willen zeggen die hopelijk dan wat compensatie in zijn loon ziet, wees je bewust van deze cijfers. En wees je bewust dat het leven alleen nog maar duurder gaat worden.
wees je ook bewust dat die recessie, die kunnen we niet vermijden. We hebben vorig jaar al een korte recessie gezien. Dit jaar, nou, als de centraal bankier hem voorspelt, dan weet je 100% zeker dat die gaat komen. En dan wordt het waarschijnlijk een hele stevige recessie. Dus bereid je daar ook op voor. En weet ook dat je, als je iets aan deze situatie wil doen, je dat zelf moet doen. Want de monetaire autoriteit, die is er niet voor u en mij. De wetgever, die pretendeert er natuurlijk te zijn voor u en mij. Maar dat zijn er maar heel erg weinig die echt hun best doen voor je. Dus ga ook niet uit dat die wetgever iets voor je doet. Want anders was het gemiddelde loonstrookje had niet voor de helft uit belastingen bestaan. Want je zou kunnen zeggen, ja, maar Bart, al die belastingen die zijn toch goed voor ons? Nou, waarom konden ze het in 1995 dan met 10% minder belasting? Was het toen zoveel slechter dan nu? Ja, nou ja, goed, ik zie het niet. Dus ik zie ook niet waar de 10% extra belastingdruk naartoe is gegaan. En dan heb ik het alleen nog maar, zoals ik zei, over het loonstrookje. Heb ik niet over de BTW die is gestegen, accijns die zijn gestegen en de lokale belastingdruk die is gestegen. Goed. Nou ja, goed, het is een beetje een stevig verhaal geworden. Tegelijkertijd denk ik wel belangrijk om even wat context aan, om wat context te bieden. En ook wat tegenwicht tegen, nou, zo'n centraal bankier die dan bij Buitenhof ruim de tijd krijgt om iets toe te lichten. Waarvan je zou kunnen zeggen, van ja, maar wat kunnen wij daaraan doen? Wij kunnen helemaal dat monetair beleid niet beïnvloeden. Dus kijk even naar jezelf. Kijk even naar je eigen acties. Dus ik vind het belangrijk om hier en daar even toe tegenwicht aan te kunnen hebben geboden. Vond je dit weer, nou, niet per se een leuke uitzending, denk ik, maar wel een belangrijke uitzending? Like deze video dan natuurlijk even. Vergeet je ook niet te abonneren. Abonneer je gewoon even op het YouTube-kanaal van Gold Republic. Dan kunnen wij steeds meer mensen bereiken. Dan gaan algoritmes voor ons werken. Dus abonneer je even op het YouTube-kanaal. En natuurlijk, laat hieronder eventueel ook even een comment achter. Een reactie, een vraag. Ik probeer dan daar even op te reageren. Volg mij ook even op Twitter. Ik reageer daar, nou, vaak nog iets scherper dan hier. Maar ook vaak veel sneller dan hier. Dus volg me even op Twitter. En dan, dan zien we elkaar bij de volgende aflevering van Goudkoorts.